staan momenteel bij station Hengelo, waar we komend weekend heel veel grootschalige werkzaamheden uit gaan voeren. We gaan nog een keer lossend terug richting Almelo en dan rijden we zo meteen door naar de andere put. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het Twente weekend, zoals we dat bij ProRail noemen, waarbij we meerdere sporen buiten dienst hebben. Rondom Almelo, Hengelo, waarbij we een kilometer ballast gaan vernieuwen. Tussen Hengelo en Enschede vernieuwen we 12 kilometer bovenleiding. Op station Oldenzaal wordt een hele grote tunnel ingeschoven. En tussen Almelo en Wierden vernieuwen we 3 kilometer spoor. We voeren deze werkzaamheden uit omdat de sporen aan vernieuwing toe zijn. Daarnaast gaan we de sporen op emplacement Hengelo voegloos maken. Wat betekent dat we de sporen aan elkaar lassen. Waardoor dus het liedje van Guus Meeuwis, Kedenk Kedenk, eigenlijk binnenkort in het verleden tijd is. We kiezen bij ProRail voor Hemelvaartsweekend, omdat er in die periode minder mensen met de trein rijden en daardoor het makkelijker is om de mensen te vervoeren per bus. Daarnaast hebben we voor deze werkzaamheden een hele lange voorbereidingstijd. Door deze voorbereiding zorgen we ervoor dat we de werkzaamheden zodanig kunnen plannen dat we op maandagochtend weer op tijd in dienst kunnen en de treinen weer kunnen rijden.